Stichting Amaran Kompas heeft tijdens de gevoerde gesprekken de regering verzocht om niet in partijpolitieke richting te gaan ten aanzien van de excuses voor het slavernijverleden. Op woensdag 5 april jongsleden heeft de stichting een onderhoud gehad met het clusterteam van ministers belast met het vervolgtraject na de aangeboden excuses door de Nederlandse premier Mark Rutte. Het is een nationale zaak. De wereld kijkt nu naar ons hoe wij hiermee omgaan. Dit zegt Ruben Ravenberg, secretaris van Amaran Kompas. De Surinamers zijn gewoon gewend voor alles om de politiek erin te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar de disputen in de verschillende regio's met traditionele gezagdragers. Het is gebeurd omdat de politiek ermee is gaan bemoeien. En dat willen we ook in deze voorkomen. Dat de politiek er buiten blijft. Net wat de cluster hebben aangegeven, dat zij zijn faciliterend bezig om bijvoorbeeld zaken in goede banen te leiden. We zijn daarmee blij, want het gebeurt in Suriname. Ze zijn er faciliterend. Bijvoorbeeld onder andere dat de gesprekken met de Nederlandse ambassade via hun gefaciliteerd wordt. En dat ze weten, maar niet dat het een de regering is daar en daar beneden in het land. Een hele chaotische situatie gebeurt van groepen die willen gehoord worden, anderen niet en al die dingen. De stichting heeft duidelijk aangegeven dat de Amaran-gemeenschap zaken uit de media heeft vernomen, maar niet betrokken is in het traject naar de dag van de excuses. Het is daarom van belang dat de Amaran-gemeenschap nu weet wat zij mag verwachten richting 1 juli 2023. Sedert 8 januari 2023 is de stichting gestart met het informeren van diverse Amaran-gemeenschappen. De cluster heeft aangegeven dat er vervolgbesprekingen met andere groepen zullen plaatsvinden, zodat er uiteindelijk doelstelling kan worden geformuleerd. Je moet weten, het zijn geen zaken die in de begroting van de overheid zijn opgenomen, de goedgekeurde begroting. Dus de overheid zal ook met de contabele regels rekening moeten houden. En wij zullen ook van ons kant moeten kijken bijvoorbeeld naar sponsoren. We weten dat in zulke zaken bijvoorbeeld rum niet ontbreekt. Dus dan zullen we onze gebruikelijke sponsoren ook vragen wat ze allemaal voor ons kunnen doen in deze. Om toch dit alles, we streven naar uiterlijk 31 mei, om dit alles af te ronden. Want voor 1 juli willen we dit alles afronden. Omdat van 1 juli dit jaar tot 1 juli volgend jaar is herdenkingsjaar. En dan willen we alles dan afronden en dat ons echt bezighouden met dat van de excuses. We hebben ook afgesproken met ze dat in dit kader gaat het echt om de excuses. Herstelbetaling is in een andere fase, maar nu gaat het echt om de excuses. Wat we gaan doen na de komma van premier Mark Rutte.